zijn een communicatie- en strategisch designbureau uit Amsterdam. En we hebben ook een vestiging in Shanghai. En Chinatown Amsterdam heeft ons gevraagd om de area branding te doen voor dit gebied. Dus dat houdt in dat we de identiteit hebben gemaakt, de huisstijl. En ook de promotie van het gebied zijn we nu druk mee bezig. Chinatown Amsterdam wordt onder andere georganiseerd door NVC Dijk. NVC Dijk beheert 2/3 van het gebied. En komt heel erg op voor de belangen van de bewoners om de buurt vitaal te houden en te krijgen. Chinatown is natuurlijk een heel bekend merk in de wereld. In Amsterdam zijn het eigenlijk maar 3-4 straten. Ja, wat interessant is dat de basis van dit gebied is oud-Hollandse architectuur. Amsterdamse architectuur. En daar overheen zie je ze nu en dan de Chinese architectuur. Het gaat niet zozeer om of het goed of slecht is. Maar het is conceptueel interessant dat er twee lagen achter elkaar zijn. We hebben het Chinese imago geanalyseerd. Hoe de Nederlanders naar de Chinezen in Nederland kijken. En wat je heel erg ziet is dat die horecasfeer het stigma is eigenlijk waar ze in zitten. We hebben natuurlijk het echte ware China gezien in Shanghai, omdat we daar een office hebben. En dat hedendaagse aspect van de Chinezen, gewoon het hedendaagse cultuur wilden we laten zien. Zakenmensen, gaven en meiden die uitgaan, gewoon het hele scala. Ja, een beeldtaal die we hebben gecreëerd bestaat natuurlijk uit een logo, lettertypes, kleur, maar ook fotografie is essentieel. Dus je kan nog zo hard grafisch ontwerpen, en fotografie die zal altijd belangrijker zijn of krachtiger zijn. Chinese karakters, dat heeft ook te maken met kalligrafie. Dus er is een mooie overeenkomst in dat handgemaakte tussen de Chinese typografie en de oud-Nederlandse typografie. Nee, we zijn niet bang dat de charme en de grove dingen ook van het gebied verloren gaan als we het gaan branden. Want op zich, we zien ook dat de kwaliteiten daarin liggen voor dat gebied. Het ligt natuurlijk aan de grens van het prostitutiegebied in Amsterdam. Die scherpte willen we wel behouden voor Chinatown. Dat is ook het spannende waar toeristen op afkomen. Dus dat proberen we met alle kracht die we hebben, zeg maar, te behouden. Dat het niet alleen een mooie ronde diamant is geworden, maar dat die ook nog scherpe hoekjes heeft.